Hey jongens, voordat deze video begint wil ik eventjes vertellen dat deze video geen game sound zal hebben. En dat komt, dit is opgenomen op de PC en dat moet dus met Fraps. En ik ben persoonlijk niet heel erg bekend bij Fraps, want Fraps die werkt ook behalve. En toen hij uiteindelijk werkte, toen heb ik niet gecontroleerd of hij wel game sound heeft gehoord. En heeft hij dus niet gedaan. Dus dat wil ik eventjes doorgeven, een beetje lullig. De volgende keer is dat sowieso niet meer het probleem, want dan zal ik dat fixen. Maar het is ook zo, in deze game mode maakt het in principe niet heel veel uit. Maar het klinkt gewoon zo saai als er helemaal geen game sound is. Dus dat wil ik eventjes doorgeven. Die wil ik zeggen, enjoy de video en tot de volgende keer. Hey jongens, ik ben Dennis, aka Denneske. En vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Call of Duty 4 Proppunt. En voor iedereen die dit niet kent, is eigenlijk een soort van verstoppertje in Call of Duty 4 dus. En ik heb dit vaker geüpload. Dit is mijn vierde episode eigenlijk. Alleen ik was toen mee gestopt met uploaden. Ik weet niet meer waarom. Maar ik was mee gestopt. En toevallig was er iemand die vroeg van, hey, wanneer kun je het weer een keertje uploaden? Dus ik dacht van, weet je wat, ik zal het voor jullie eens gaan recorden. Alleen, dat ging niet zonder problemen, zeg maar. Want, mijn Fraps die deed het niet. In ieder geval, zoals je ziet, we kunnen objecten kiezen. We kunnen dus van alles pakken wat we willen. En ik had vast een superspot, want ik heb dit al heel even gespeeld. Alleen, iemand zag mij dat ik daar ging zitten. Dus toen hij dood ging, toen ging hij mij opzoeken. En shit, dan moet ik snel zijn. Kiesproject, een lantaarnpaal. Altijd, een lantaarnpaal werkt altijd. Oké. Mooie plek van lantaarnpaal. Oh, dat is niet mooi. Dat is heel irritant, want soms dan ga je bukken en denk je, what the fuck, dit is ook niet echt handig. Ik ben een lopende lantaarnpaal, zal dat opvallen? Oké. Weet je, ik denk niet dat die lantaarnpaal heel slim is. Zeker niet als ik hem hier neerzet. Weet je wat we doen? Ik ga denk ik rennen. Kies op jij. Ik pak dit ding. En ik ga rennen. Hopelijk dat mensen mij even niet zien. Ik moet een beter spot hebben. Want waar ik net stond, daar was niet alles. Op zich is dit wel mooi. Oeh. Er staat er een langs mij. Daar staat er eentje. Hallo. Hij loopt mij voorbij. Dat is het mooiste aan die kleine dingen. Die vallen niet op. En ik heb dit een paar keer gespeeld, maar ik heb echt een paar keer zulke goede spots gehad. Dat is echt abnormaal. En voor iedereen die dit wil spelen, ik had eerst in mijn vorige drie video's, had ik een IP-adres in de beschrijving gezet. En dat IP-adres, dat werkt bij mij niet meer. Ik heb een nieuw IP-adres gevonden. En mocht je dit dus willen spelen, dan moet je die server joinen. En voor iedereen die dit dus op de... Oh shit. Ah, klootzak. Voor iedereen die dit dus op de console speelt, dan kan het niet. Het kan alleen op de PC. En ik heb dit spel op de PC gekocht, want op de PlayStation 3 werkt die volgens mij niet eens. En trouwens, dit spel heb ik niet gekocht, dit spel heb ik gedownload. Ik heb wel Call of Duty 5 heb ik wel gekocht. Deze is niet helemaal legaal, maar maakt niet uit. Ik speel het alleen maar voor deze mods, dus dan vind ik het niet echt boeiend. Maar dit kun je dus alleen maar spelen op de PC. En je moet dus een IP-adres, een server joinen, ik zal dat in de beschrijving zetten. Dan kun je er gewoon joinen. Je hoeft er verder niks voor te downloaden. Want als je die IP-adres joint, dan ga je gelijk aan het downloaden. In ieder geval, nou moeten we eigenlijk dus gewoon zoeken naar die mensen. En ik ken deze map zo wat uit mijn kop. En toch zijn er zulke kleine dingetjes waar je van denkt van, ja, is dat nou iets of niet? Want, ja, ze kunnen alles zijn. Als je net ook keek bij die voorwerpen, ze kunnen echt van alles zijn. Ze kunnen ook echt van alles een matras. Als laatste ding, een fucking groot matras. Waar de hek kan een matras ergens uithangen. Het kan zijn dat het beeld een beetje laggy is. En dat komt omdat ik hem op 30 fps heb gezet. En normaal speelt dit spel op 90. In ieder geval op de PC bij mij. Dus ik weet ook niet. Ey. Nee! Ik zou mis. Nee! Oh, die homo! What the fuck? Die mensen kunnen zich voordoen als iets anders. En dan kun je ineens switchen en dan kun je ze naïven. Dat ligt aan welk level je bent. Ik ben level... wat kan ik te zien? Ja, ik ben level 2, ik ben 4 keer dood. Zoals je ziet wil iedereen, je kunt voten. Zoals je ziet, ik had al een paar keer gespeeld. Ja, maar niet uit, ik heb hier gevoten, boeit me niet. Je ziet, ik ben level 2, nou ik ben al een veel hoger level geweest. Maar omdat dit een andere server is, is dat waarschijnlijk gereset ofzo, want ik was iets van level 30 ofzo. Maar dat maakt het toch niet uit. We gaan door naar de volgende map. En ik weet niet wat voor geluid er was allemaal. Deze map, jongen, is echt insane. Kijk alleen maar naar het plaatje. Dat weet je eigenlijk al genoeg. Dit ding is echt... je kunt overal verstoppen. Maar er zijn zoveel verschillende voorwerpen. Je kan alles zijn zo'n beetje. Ik zet heel eventjes een timer van 10 minuutjes op mijn telefoon. Zodat ik ongeveer weet hoe lang ik bezig ben. Want het is al over 12. Dus ik wil niet al te lang bezig zijn. Dus ik zet een timer van 10 minuutjes. Oké, nou, hij is bezig. Nou, Nederlands. Oh, speel. Oh, nee. Add to favorite. Dat is sowieso goed. Voor de paarden. Je hebt nog veel meer dingen. Oh, die moet je kopen.
What the fuck is dit? Dit ken ik niet, dit is nieuws. Of een points. Nee, hey, wacht, ik heb nog geen kies op je. Het meest voor de hand liggende is sowieso iets als dat. Nee, we moeten een lamp. Ik wil een lamp, ik wil een lamp. Ik heb altijd al een lamp willen zijn. Die pallet. Nee. Random zo buiten een lamp. Ik ben niet goed in geweest, maar ik heb geen zin om precies dezelfde dingen te doen als ik de vorige keer deed. Maar ik weet niet meer wat ik de vorige keer heb gedaan. Sowieso denk ik dat deze mensen ook best wel veteranen zijn waar ik tegen speel. Dus die weten wel waar ze voor zoeken. En zo'n boom, dat werkt best goed, maar je moet zo'n palmboom hebben. Oh ja. Dan kun je hier gewoon eentje bij zetten. Zo. Nou. Hij past er precies tussenin. Oké, hij staat wel een beetje dichtbij. Zo. Nee, hier. Nou moeten we dus eigenlijk gewoon een stoppetje doen. Dat is eigenlijk helemaal het principe van het spel. Aan de ene kant zul je misschien denken, dat is je zak aan. Maar als je het zelf speelt, is het best wel leuk om te doen. En ik heb toch een beetje betwijfels over deze spot. Er staat best wel veel boven hier. Waarschijnlijk is de helft gewoon fake. Nou ja, kunnen we anders. Deze map vind ik sowieso niet heel fijn om te spelen. Want er zijn wel heel veel verschillende dingen, maar ik weet nooit waar ik moet gaan zitten. Ik heb al een paar mappen waar ik echt super spots weet. Waar ik gewoon weet dat niemand mij vindt. Alleen, die hebben we dus nou niet gehad. Ze hebben een stoorzender, heel leuk. Echt, die Nederlandse vertalingen zijn zo bad. Ik weet niet of jullie soms zoals games spelen dan op Nederlands zetten. Dat is echt heel erg slecht. Want bijvoorbeeld Uncharted heb ik altijd op Nederlands. En als je ooit kijkt of de teksten daaruit komen, dan gaat het echt helemaal nergens over. Het is op zich wel grappig, want ik herken die... Ja, de personages herken ik eigenlijk in het Nederlands. Omdat ik vanaf deel 1 speel ik dat al in Nederlands. Dus het is nou raar als ik dat ineens in het Engels ga spelen. Maar Nederlands is gewoon fucking bad. Dat is gewoon een feit. En iedereen zit daar. Ik zit hier echt helemaal alleen. We zijn er al best wel veel aan het zoeken. I am a banana. Die namen kan ik nergens over. Ik vind het wel jammer dat je reset bent. Want je kreeg allemaal speciale dingen als je hoger level was. Dan kreeg je ook andere wapens. Shotguns en zo. Dat is best wel baas. En hij loopt gewoon door. Mooi. En ik... Nee. Goed zo. Loop door. Nee. Wat? Nee. Ik ben... What the fuck? Nee. Ja, ze zaten ineens allemaal daar. Die boom. Stond hij er net ook al? Het wordt tijd dat wij ook eens even iets vinden. Maar ja, wat? Die tanker staat er altijd al. Ja, ik heb dit niet meer zo zuiver, jongens. Ik heb dit al lang niet meer gedaan. Misschien wel grappig om dit weer meer te doen. Sommige mensen hadden ook gevraagd om een Q&A te gaan doen. En ik wil best een soort van een Q&A serie doen. En dan zou ik misschien denken, dan zou dat in principe kunnen met dit soort gameplay op de achtergrond. Want dit is... Ja, hier hoef je niet echt je aandacht voor bij te houden, zeg maar. Ik kan ergens gaan staan en that's it. En dan kan ik gewoon wat gaan doen. En ja, weet ik veel waar ik nou moet gaan killen, jongens. Alles, iedereen kan hier zomaar... Ja, dit kan zomaar een persoon zijn. Nee, dat is het niet, maar dat kan. Dan weet je het er nooit. Oh, misschien ergens. Sergio, als je echt zo'n veteraan bent in dit, jongen, dan ben je gewoon een eindbaas. Dan kan je al die map op je hoofd. Het eerste wat we doen is gewoon rondlopen. Oh wacht, ik heb een pallet. Ik wil geen pallet zijn. Ik moet eens pakken waar ik snel mee kan rondlopen. Nou, ik weet niet of dat snel gaat. Auto's en zo, daar schiet sowieso niet op. We hebben 49 seconden, 44 nou zelfs. De tijd om ergens een plek te zoeken. Dit is ook zoiets. Kijken hoeveel dingen die bij elkaar. Oh jongen, ik lijk als een malle. Sowieso gaat iedereen op die lamp schieten. Eigenlijk zou ik hier iets neer moeten zetten, maar. Ik zit te twijfelen over die koelkasten. Koelkasten zijn te obvious. Maar er staan er zoveel bij elkaar. Niet iedereen gaat op elke ding schieten. Ik zet er hier iets neer. Ik weet nog niet wat. Dat is ook nooit slim natuurlijk. Ja, het is niet zo makkelijk als het lijkt. Oh shit, zit er iets onder mij. Dat is niet handig. Die mensen die mogen je eigenlijk niet zien. Dat is het grootste probleem. Als die mensen jou al zien, dan ben je eigenlijk al fucked. De kerel zit daar gewoon met zijn ding in de muur. Oké. Er zit iemand langs mij. Ik wil zijn plaat metaal. Oké, dat is ook niet echt het plan. Daar zit dus iemand. Hè. Eén van die twee dingen was gewoon een persoon. Rotate. Dat is een rondje. Nee, geen rondje. Hoe was rotate ook weer? Oké, maar ja. Je kan ook zo rotaten.
Nee. Oh, er loopt iemand langs mij. Lol. Oké, dit is ook niet echt een mooie spot, maar oké. Oh, die kerel zet hem daarnaast. Oh shit. Dat weet ik ook niet, vriend. Wat ben je nou van plan? Holy shit. Dat weet ik ook niet. We staan hier gewoon met twee van die platen langs elkaar. Daar valt ik niet op. Check helemaal boven de grond dat komen. Ik ben de lul, hè. Ik ben sowieso de lul als je iemand aankomt. Wat? Nee! Nee, zeg niet dat hij die kerel er langs niet heeft. No, ik ben zo slecht erin geworden. Echt abnormaal. Weet je wat de beste spot is? Als je hier zo... Nee, die laat zonder altijd aan. Als je hier gewoon een doos bij zet. Dat deed ik altijd. Het ging zo. En dan zet ik hier een doos neer. Dat is echt de beste spot. Maar ik ken deze map niet in mijn hoofd. Dit is een DLC, man. We hebben bijna nooit gespeeld. Dus ik weet helemaal niet hoe ik hier überhaupt kan komen. Dus. Maar sowieso, als ik daar ging staan, had ik het gewoon overleefd. Ja, dit is zo random. Denk je, wat doet daar een fucking bureaustoel? Maar het is gewoon, het hoort er gewoon staan. Ik schrok mis. Maar het hoort daar gewoon staan. Dat is het ergste van alles. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je iets neerzet, want alles is random in het spel. Die is zo dun. Jezus mensen. Ik weet echt... Wacht, ik ga kijken dat de keeltje nog steeds zit. Als hij er nog steeds zit, dan word ik echt gek. Dan word ik serieus echt gek. Ik wist dat het zou gebeuren, want ik ben dan degene die zeg maar de lul is. Ik sta op het uiteinde. What the fuck, vloog daar van kerstboom naar beneden? Daar zag ik een of andere kerstboom. Haha, klootzak. Hij zat er gewoon nog steeds, hè. Dat was toch te verwachten. Dat kun je trouwens ook doen, hè. Gewoon een stoel pakken en dan omdraaien. Die plat ligt. Die kist kun je ook zijn. Je moet ongeveer weten wat voor voorwerp je kan zijn. Hier zou ik persoonlijk ook wel iets op verzinnen. Want je kunt er volgens mij een beetje opspringen. En dan kun je er bovenop. Zie je? Ja, dan kun je er nog eentje opzetten. Hey jongens, ik ben niet zo stom. Alleen dat merk ik meestal pas als ik al af ben geweest. Ik vertrouw die stoel niet. Dat is het ergste, die lamp. Jezus Christus. De tafeltje sowieso, want anders stond die lamp er niet. Waar zitten ze? Misschien die auto's. Die daar. Nee, deze? Ook niet. Bomen. 1, 2, 3. Nee, er waren net ook 3. Daar misschien in die hoek, die dode hoek. Ik kan het zeggen, schoot naar de mis ook niet. Ik heb het idee dat ik toch misschiet, maar daar is die. Je kunt eigenlijk het beste kijken waar kan je erheen lopen. Als je er niet erheen kan lopen, dan is het echt. Hier heb ik ooit een lantaarnpaal neergezet, dat is ook slim. Oh, hier, strandlantaarn. Nee. Strand, ik zei strandlantaarn trouwens. Straatlantaarn. Ah, ik had echt gehoopt dat hij er was. Deze niet, die staat hier gewoon heel mooi te wezen. Die hoort hier gewoon te staan. Oké. Okay. Als dat nou. Wedden dat ding daar gewoon binnen staat. Jezus. De hele tijd hoop je echt dat je de punt krijgt, maar dat is niet. Oké, okay, dus. Wat ik net allemaal liet zien. Dat waren topspots. Dus ik ga nou kijken of ik die ene kan vinden die, met die dozen. Ik zei, dat is een topspot. Sowieso alles eigenlijk. Oh jongens, hij lekt als een malle. Ik weet dus helemaal niet hoe ik daar kan komen. Dat is mijn grootste probleem. Waar de fuck ben ik? Ik weet niet of ik daar ook eerder al een keertje heb gezeten bij een van die episodes die ik had geüpload. Dus dat hoop ik eigenlijk niet. En die mensen die staan nog mooi omhoog. Shit. Ik heb niet heel veel tijd meer. Of moet ik daar links? Want ik zag dat die blauwe kamer, volgens mij, is dat die... Ja, juist. En mijn telefoon gaat af. Oké, helemaal leuk. Snel. Object. Een doos. Zo. Bam.
Beter als dat krijg je hem niet. En ik zit in een voorwerp. Oké, mooi. Ik draai maar eventjes om, want er staat front op. En bij geen één doos is daar volgens mij. Nou, hey. Beter als die krijg je hem toch niet, hè? Hey, perfecto. Als ik hier nou gevonden word, dan snap ik niks meer van. Maar in ieder geval, dit is de laatste verstopplek of zo die ik ga doen. Want ik ben al 10 minuten sowieso aan het recorden. Waarschijnlijk iets langer ook al. Dus ik wil de video ongeveer rond 5 minuten houden. Dus we zullen zien of we overleven. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd, want dit is echt de topspot. En die kerel daar, what the fuck. Hij is een stoel. Oké, dat weet ik ook niet. Dit spel is random, dus dat zou gewoon kunnen. Maar zien we hier ook nog uit een random stoel? Nee. Verder rest is er niks randoms. Eigenlijk zou je rechts hier boven een plafond moeten kunnen hangen of zo. Of hier aan het, als je hier een lantaarnpaal neerzet, ik zweer het je, niemand ziet dat. Want dat gaat gewoon in het plafond, dat is gewoon een paal. Dat zie je niet. Alleen dan zou ik hem meer aan die kant achter, in die hoek, waar je dat ding, daar een antenne ziet, daar zou ik hem neerzetten. En ik kan granaten G, denk ik. Oh shit. Ik moet hem wel stilzetten. Ik heb hem nou gedraaid. Zo. Oppassen, want ik ben hem aan het omdraaien. Ik druk de verkeerde knop in. Nee, first person, maar dat moet niet. En daar komt hij vandaan. Nou, ik ben benieuwd. Hij zal toch niet... Oh, shit. Oh, fuck. Misschien is het wel heel obvious. Misschien ben ik echt niet zo slim als ik dacht. Nee. Schoot. Is dat die kerel? Die tv? Die kerel. Is die tv toch? Kijk maar. Kijk hoe die staat. Daar valt ook niet op of zo. Ik hoop echt dat deze doos niet opvalt. Oh, check die mensen. Holy shit. Die mensen zijn sowieso hoog level. Want dan krijg je al die shit achter je aan. Al die vlindertjes en zo. Oh mijn god. Ze komen niet deze kant, maar sowieso komen ze deze hoek nog in. En waarschijnlijk is het eerste wat ze raken beneden. En check die bloemetjes bij hen. Ik heb er 3 minuten om te overleven. Ik heb een keertje gehad, echt in de laatste paar seconden dat ik hier afga. Ja, dit de kans, jongen. Ze zult er niet op elke doos geschieten die hier staat. Ja, dat bedoel ik. Soms dan denk ik zo, fuck it, weet je wel. Er staan zoveel dingen bij elkaar. Maar ik denk dat ik die andere kant... Waar die kisten stonden, die... what the fuck, hij knifte me. Die ammo kisten. Ik denk dat ik dat had moeten doen, want er stonden dus allemaal kisten op elkaar. Ja, dat dacht ik al. Klootzak. dat had ik moeten doen, maar die ammo kisten stonden, daar had ik gewoon bij moeten staan. Dit is ook insane, kijk eens, hier kun je gewoon bij staan. Fucking veel dezelfde dingen. Ja, niemand gaat op al die dingen schieten. Dan denk je, ja, fuck it, weet je wel, dat zal wel niet. Nou, ik heb het dit keer nog geen één keer gehaald. Ik heb het allemaal nog gefaald. Maar ik heb het ook al best lang niet meer gespeeld, dus dat scheelt ook, hè. Dit is allemaal random, maar... Dat ding. Ah. Ja, dit hoort allemaal... Deze map is gewoon één grote teringzooi. Om het gewoon heel simpel te zeggen. Iemand die knifet iedereen. En hij is al dood, nevermind. Als je dit veel speelt, dan herken je gewoon alles. Dan weet je gewoon waar wat hoort te staan. Daar heb ik ook ooit pallets. Dat is ook slim. Als je pallets ziet, om erop te gaan staan. Je kunt op die pallets. Zeker als je het zo doet, dan kun je er gewoon opspringen. En dan verander je in de pallet. Maar je kunt er sowieso ook gewoon een beetje als je zo staat springen. Dit hoort ook allemaal gewoon. Die pallets misschien niet. Dan matras wel. Oh shit, lag. Holy fuck. Die boom, die koelkast. Dat is zo random. Hoeveel koelkasten heb je, jongens? Volgens mij klopt dit. Volgens mij hoort er eentje niet buiten staan. Ja, hier. Oh shit, 2. Hoppakee. Mij hou je niet voor de gek. Ik dacht dat er maar 6 waren. Ik zweer het je, ik dacht dat er maar 6 waren. Mij hou je niet voor de gek. Zo, hey. Dat ding staat ook ver vooruit. Dat is best wel raar. Het hoort wel, man. Oké, ik heb tenminste nog iets gedaan. Ta-ta-ta. Oh shit. Die lantaarnpaal, daar geloof ik allemaal wel eigenlijk. Wel hoekjes, niks. Je bent net allemaal geweest, dus op zich weet ik het hier allemaal nog wel. Je stond maar 1 container. In dit hoekje stond niks, dat klopt. Die platen kun je ook zien. Deze klopt ook gewoon. Ik zie niks geks. Misschien de boom, nee. Hoeveel bomen staan hier? 1, 2, 3, dat klopt ook allemaal. Hier, daar was dat met die kratten. Bij die krat zou ik eentje op hebben gezet. En daar is inderdaad op geschoten. Dus misschien was het ook niet het slimste.
Toch al maar gewoon proberen. Ik heb er ammo genoeg. Oké, iedereen schiet wel op die dingen, dus. Misschien was dat ook niet slim geweest. Waarschijnlijk had ik het ook niet overleefd. Zeker niet als er een derde op stond, dus. Soms best random als je me zo achterfrot. Vier, dat klopt ook. Nu ben ik hier ook allemaal al geweest strakken, dus. Daar een paal. Nope. Toch zou ik soms zeggen, als je iets super groots neerzet, dan valt het niet om. Een tv in deze map, daar vind je nooit. Oh jongen, lekker. What the fuck is dit? In ieder geval, het zit erop. We hebben gewonnen. En ik heb eigenlijk alles gefaald. Ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond. Een keer iets anders. Iets wat je ook niet veel ziet. Net zoals eigenlijk de serie die ik wil starten. Dus heb je waarschijnlijk ook al een video over gezien. Dat was die chaos shit. In ieder geval, dat is ook iets wat je nooit echt ziet. Dit is, ja, dit is laatst wel meer gekomen, die proppen. Maar toen ik het voor het eerst uploadde, was er maar één iemand die te uploaden. En dat was Jericho. En daarna zijn er ook echt super grote kanalen. Dus ook Syndicate en CNN's en zo, die gingen daarna pas uploaden. Maar eigenlijk jammer dat ik daar niet meer door ben gegaan. Want anders had ik misschien wel een beetje, ja, de grond zetten niet. Dat is onzin. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.